Heel wat kinderen willen graag op de fiets naar school. Toch maar gevaarlijk vinden de ouders en dus worden de bengels maar veilig met de auto gebracht. Dit zorgt dan wel voor nog meer autoverkeer, nog meer onveilige situaties en nog meer hinder voor het leefmilieu. Fietspoelen, of het fietsen in een kleine, duidelijk herkenbare groep schoolkinderen met een begeleider, biedt hiervoor een interessant alternatief. Onze Koen gaat toch naar school, dus ik moet hem toch gaan halen. Of ik nu één jongen meeneem, of ik neem alle kinderen mee, vind ik helemaal geen probleem. De afgesproken route rijden we dan naar school. En op gevaarlijke punten moeten we mee oversteken. We mogen niet echt het verkeer hinderen, ook niet laten stoppen. En dan ga ik wel midden op de weg staan en dan kunnen de kinderen veilig over op de gevaarlijke punten. De basisscholen van Brecht staken de koppen bij elkaar en lanceerden het eerste fietspoelproject in Vlaanderen. Een aantal ouders stelden zich kandidaat en al snel gingen 5 fietsgroepen met begeleider de baan op. Eerst heb ik daar wel lang over nagedacht. Ik heb dat niet zomaar gedaan. Maar ze hebben dan een extra verzekering genomen vanuit de gemeente. En dan voelt je toch een beetje geruggesteund. En zo hebben we dat dan toch meegedaan. Dag mannen! Dus er is een verkeersgroep die coördineert. In elke school, in de 2 scholen nog altijd, is er een verkeersverantwoordelijke. Waar mensen zich kunnen aanmelden als ze dat willen. Van kijk, ik wil dat mijn kind mee gaat fietspoelen. Op dat ogenblik bekijken we samen van of er in de buurt een fietspoel bestaat. En geef ik onmiddellijk het adres door van de begeleiders. En dan gebeurt eigenlijk alles in de buurt zelf. We willen daar zo weinig mogelijk ons mee moeien als school of als verkeersgroep. Zeggen gewoon van kijk, je kan beter heel concrete afspraken maken in de eigen buurt en met de begeleider en met uw kinderen. En dat loopt eigenlijk automatisch bijna. Als ik 's morgens of 's avonds niet kan, dan hebben we afgesproken met andere mama's die mij dan vervangen. Dan spreken we af, we bellen op voorhand en dan rijdt de andere mama. Als de kinderen in groep rijden, dan hebben ze een goed contact met elkaar. Ze kunnen al eens iets vertellen over thuis. Ze maken al eens een grapje. En het is ook veilig dat we in groep rijden, omdat het onder begeleiding is. Een volwassen die houdt alles goed in de oog. Er wordt niet extra gecrossed of zo. Ze moeten hun eigen aan de afspraken houden. Dat je niet op elkaar rijdt en dat je op tijd moet stoppen. Je rijdt in groep en dan kun je onderweg nog wat met elkaar babbelen en zo. We mogen met de fietsen, dat is leuk. Ja, we mogen met de fietsen. Dat vind ik zelf ook veel sportiever als je met de fiets gaat. Dan met de auto, dan zit je gewoon maar. Ja, en dan zit je te zitten. Dan je vader zit me gewoon of je moeder rijdt. Dan is er niet veel aan. Kinderen voelen heel duidelijk aan van kijk, we worden gezien in het verkeer, dat is één ding. Het heeft een officieel karakter. Politie en Rijkswacht hebben eigenlijk vanaf het begin ook het project heel sterk mee ondersteund. En ze voelden zich echt weerbaar. Dus ze konden hun plaats opeisen zeg maar, in het verkeer zonder de kans te lopen om vergereden te worden of zonder opnieuw in de hoek gedrumd te worden. Twee jaar later is de fietsenstalling op school te klein geworden. Aan de schoolpoort valt een pak minder auto's te bespeuren. Zo'n 100 kinderen fietsen nu elke dag van en naar school onder het waakzaam oog van sportieve begeleiders. Fietspoelen, het is veiliger. De kinderen vinden het leuk. Bovendien doen ze wat meer ervaring op in het verkeer en worden ze een stuk zelfstandiger. Verschillende Vlaamse gemeenten hebben het voorbeeld van Brecht gevolgd en zijn met een eigen project gestart. Misschien ook iets voor u.